De Waadeiland binnen Vlien hier maar de bron op de Fremantle Highway on een grutte ramp ontsnapt. Dat denkt borgemaster Leo Pieter Stoel van het Ameloon. Ik ben heel blij dat op een gegeven moment de rare beslissing genomen is, althans die lijkt raar, dat men gestopt is met blussen. En ik denk dat dat een hele belangrijke beslissing is geweest voor de Waddeneilanden. Dat het schip niet gekapseisd is, niet gebroken is door het bluswater wat aan boord kwam. Zou kon voorkomen worden dat het schip kapseisde of toch middenbruts, wat een ecologische ramp het zou zijn. Het schip koer letter voortsleept worden naar de haven van Delfzijl. Stoel loopt één belangrijke les uit de bron op de Fremantle Highway. Voor mij is de belangrijkste les nog steeds, en dat hebben we bij de MSOE ook gezien, dat het ongelooflijk kwetsbaar is wat hier ten noorden van de eilanden langsvaart. Het is een hele kwetsbare situatie, er kan zomaar iets misgaan. En als het misgaat, kan het ook goed misgaan. Daarvoor binnen internationale afspraken nodig, dat schippen met een gevaarverklaring een andere route nemen, verder bij die eilanden waai. De KNRM zocht het lef dat dit soort van schippen, drieënde flatgebouwen haast, nadenken over hoe de bemanning makkelijk van boord kan in geval van nood. Dit is een voorbeeld van dat die mensen wel gewoon op een schoenendoos daarboven eigenlijk als ratten in de val zaten. Die mensen moesten springen vanaf 30 meter hoogte. Je kan wel eens bedenken dat ze bijvoorbeeld dat ze zich tot de waterlijn kunnen laten zakken bijvoorbeeld. Hè? Dat ze niet die sprong van 30 meter hoeven te maken. Alleen dat moet internationaal geregeld worden. En internationale afspraken maken kost heel veel tijd en heel veel diplomatie om dat voor elkaar te krijgen. En dat is moeilijk. De regels die hier ten noorden van de eilanden gelden, zijn voor een groot deel gewoon internationale regels die internationaal bepaald worden. Dat verander je niet van vandaag op morgen.